valt niet met om heel wat spannends te vertellen over het weer. Want volgens mij sinds 16 juni hebben we ook heel veel temperaturen gehad boven de 25 graden. Volop zomerweer. We hadden strak blauwe luchten, maar dat is afgelopen week toch wel veranderd. Wat meer bewolking heeft te maken met storing die toch wel in de buurt zit. Maar verder hollen we het in de Achterhoek en Liemers droog. En ook warm, want ook zo'n dag als vandaag met 27 graden mag het toch weer wezen. De foto die ik laat zien is van ons vethuis, wat vee in de kale weideloop. En ja, broen. Dat hebben ze lang niet gehad, broengres, maar dat is tegenwoordig een beetje de mode. Elk weekend is er wel wat te doen en dit weekend is de Ulse kermis. De Ulse kermis heeft ook nog wat speciaals te neven, want er waren volgens mij een hoop hangolderen. Je hebt ze voor een plekje gezorgd, of niet? Ja, de oldere hangjeugd, die jou in ieder geval in het goede gereel gebracht. Klap, ja. Inmiddels, ja, 9e jaar alweer eigenlijk, dat we dat doen eigenlijk. Hè. Ja, de oude generatie die blijft nog steeds komen eigenlijk. Alleen maar met meerdere getallen, dus gaat goed, Gerrit. Jullie hebben elk jaar een onderwerp. Wat hebben jullie dit jaar dan? Ja, dit jaar was het de bootaffaire, dus Tropical Zone. Dus genoemd naar de Love Bootaffaire. Programma uit het verleden, dus het is toen goed gedaan. Ik moet zelf heel diep terugschraven wat het was, maar het is een tropische sfeer, is dit seizoen aankleding. Vanavond bleef het dan ook nog een tietje aangenaam. Komende nacht, dan kuilt het af naar een graad of 13. En morgen hebben we ook best wel een aardige dag. Iets minder bewolking dan vandaag, wat meer zon dus. En temperaturen die ook zo rond de 27 graden liggen. De wind is dan zwak tot matig uit de noordelijke richtingen. De zaterdagavond is nog een tietje aangenaam. En in de nacht naar de zondag ook een graad of 13, 14. En zondag, dan hebben we ook weer een aardige dag. Zondag de naam hieraan met veel zon erbij. Een enkel wolkenveldje, maar ook temperaturen van rond de 27 graden. Ja, en volgende week blijft doorzomeren met temperaturen rond de 25 graden. Alleen de dinsdag is even een minpuntje. Dan is er wat meer wind uit noordwestelijke richtingen. Veel bewolking brengt dan met zich mee en temperaturen komen dan eventjes niet verder dan 21 graden. Maar de rest van de week zomers warm en voorlopig geen neerslag. Goed gaan.